Het is tijd voor een zomers spreekbeurtje van mijn kant en uh, deze spreekbeurt die, uh, die doe ik ter ere uh, van de Polium One, dames en heren, de Polium One. Nu denk je, als je het Gk-jaal niet hebt gezien, waar de fuck heeft die gast het over? Uh, de Polium One, uh, daar is die. Dat is een nieuwe console. Dat is een NFT-console. Een heuse NFT-console die games uh, speelt die gemaakt zijn uh, op basis van de blockchain-techniek. Bladibadibla. En wat mij betreft denk ik dat ik dit wel kan voorspellen: dat deze vrij snel op het uh, begraafplaats terechtkomt. van al die consoles die ten onder zijn gegaan de afgelopen jaren. Sterker nog, er zijn meer consoles geflopt dan dat de consoles uitermate financieel succesvol waren. En toen dacht ik van... oké, okay, de uh, Polym One... wat zijn dan nog voorbeelden van ook geflopte consoles? Nu had ik natuurlijk een lijstje kunnen maken... met daarin de Dreamcast... de Atari Lynx... de Atari 5200... Uh, de Commodore 64... nog wat, volgens mij PC Commodore 64... Weet ik, er is ook een Commodore geweest die ook geflopt is... Maar het zijn de wat bekendere consoles waarvan iedereen weet. De 3DO wil ik ook even noemen. De CDI. Die weten we wel dat die geflopt zijn. Uh, ik heb me eigenlijk gefocust op consoles waarvan zelfs ik in een aantal gevallen niet wist. dat die console überhaupt bestaan heeft. Maar ze hebben toch echt bestaan. Niet allemaal waren ze ook echt heel erg slecht, sommige waren zelfs vooruitstrevend. En in hindsight zou je zeggen: bizar dat dat niet gelukt is. Of wat jammer dat dat niet gelukt is. Want dat hadden we graag vaker gezien. Bij andere consoles dan. En um, dat maakt dit spreekbeurtje dan ook gewoon wat leuker. Want de Polyum One. Geloof mij, over vijf jaar weet je niet eens meer. wat de Polyum One was. Dan denk je: ah, fuck. Ik, ik, ergens kriebelt het iets linksboven in mijn hersenpan. Maar ik weet het niet meer. Nou, de consoles die ik nu ga opnoemen. En die ik even uh, aan je voor wil stellen. Nou, ik denk dat, dat er ook een aantal bij zit dat je denkt van... Huh? Heeft die ooit bestaan? Ja, die hebben ooit bestaan. Ik wil beginnen met een console die gemaakt is door Apple. Jawel, Apple maakte ook ooit gameconsoles. Dit is hem. De Apple. Bandai Pippin. Um, fantastische naam, Pippin. Ik bedoel, hey, uh, kom jij morgen bij mij met de Pippin spelen? Ik bedoel, de Pippin klinkt gewoon als een... Klok, um, mid-19's, de, de, de mid-'90's is deze gemaakt. Uh, er zat een PowerPC 603 processor in. En een Classic Mac OS, dus het operating system van de Mac, zat er ook gewoon in. Een uh, CD-ROM-drive waar je mee aan de slag kon. En uh, ja, Apple bracht dit niet uit als een Apple-console. Zover waren ze in die tijd nog niet helemaal. Want je zou natuurlijk zeggen: alles wat Apple aanraakt, dat, um, dat verandert in, uh, nou ja, meer dan goud. Maar in die tijd waren ze toch nog een beetje voorzichtig en gaming. ja, ik weet het niet helemaal. Eigenlijk tot aan de dag van vandaag zijn ze bij gaming nog steeds een beetje. ja, nee, maar ik weet het niet helemaal. Um, en dus wilden ze het licenseren. Ze wilden de Pippin licenseren aan andere bedrijven. die het dan konden branden als hun eigen console. Vandaar ook de Apple Bandai Pippin. Uh, helaas voor hen. iedereen hebben ze een mailtje gestuurd, uh, alleen Bandai en Cats Media. De laatste uh, ken ik eigenlijk ook niet. Uh, die waren geïnteresseerd uh, in een licentie. Die hebben dat ook gedaan. Katz is er eigenlijk vrij snel weer mee gestopt. En eigenlijk alleen Bandai heeft het een aantal jaren volgehouden. 1995 released in Japan, 1996 released in Amerika. Um, 600 dollar bij launch. In die tijd dat was, dat was stevig geld. Laat ik het zeggen, dat was echt heel erg duur. Maar jongens, we zaten in het tijdperk van de N64 en de PlayStation. En die waren net even iets populairder. Dus in totaal, hou je vast, 42.000 units zijn er verkocht van de Bandai Pippin. En dan weet je dat Apple stopt er dan mee. Want Apple gaat het niet doen voor 42.000 42 units. Um, dus de Apple Bandai uh, Pippin, die ligt dus op die begraafplaats naast straks. Hè, daar is dan een nieuw graf nog gedolven voor. De Polium One. Gaan we naar een andere die... ...ik echt absoluut niet kende, de Fairchild Channel F. Dames en heren, dit ziet er toch fucking breed uit. Het ziet er wel uit als een, uh, bijvoorbeeld een, hoe heet het nou tegenwoordig... ...als je belt, uh, voice Nee, voicemail, maar dan vroeger, antwoordapparaat, een antwoordapparaat. Zo ziet het er een beetje uit. Mooi, mooi, een beetje met eikenhout, dat zal ongetwijfeld plastic zijn, afgewerkt... Um, nou, die controles zien er ook wel uit dat ze een beetje grip hebben. Je kan op 1, 2, 3 en 4 drukken. Vind ik ook prima. Um, het was in 1967 kwam dit uit. En het was een van de eerste consoles waar je cartridges in en uit kon halen. En dat, dat was ook wel weer een dingetje. Um, maar ja, je ziet het altijd. Uh, het duurde dan weer te lang voor... De game uitkwam. En men had stevige competitie van de Atari 2600. En uh, een ander probleem was: de games die gemaakt werden voor de Fairchild waren over het algemeen wat meer ja, edu educatieve games. En Atari bracht juist games uit op basis van. Dat wat je in de arcade speelt. En laten we eerlijk zijn. Als je een videoconsole in huis haalt... dan wil je daar geen huiswerk op maken. Je wil de fucking games op schieten. Uh, spelen. Schieten. Um, je wil schieten. Dat, dat, dat mogen duidelijk zijn. En dus hadden ze daar een probleem. Nou, toen zijn ze nog heel snel games gaan maken... waarin je ook kan schieten. Maar dat was al te laat. Um, 1978. Niemand had daar enige behoefte aan. En um, uiteindelijk... Zijn er toch nog 350.000 van deze Channel F-units verkocht? En sowieso wil ik eigenlijk bij deze dan oproepen... stel nou dat iemand van jullie thuis één van deze consoles heeft. Stel, dan vind ik het wel heel erg leuk. Dan zou ik het heel erg leuk vinden om die een keer in de studio uh, uh, te gaan krijgen. Dus mocht je, uh, je zo'n één van deze consoles die je in deze, uh, uh, in deze spreekbeurt ziet... Thuis bezitten, dan lijkt het me hartstikke leuk om dat een keer in de studio uh, uh, te hebben voor iets kleins. En uh, dan moet je gewoon even naar redactie mailen. Maar goed, de Fairchild Channel F 1979 op het kerkhof. Uh, dan gaan we naar ook weer zo'n naam, nooit van gehoord, maar de FM Towns Mardi. Uh, uh, alweer de vijfde generatie van deze console, die eruit ziet als een PlayStation 3. Uh, ik vind hem er vrij gelikt uitzien. Ik weet niet hoe groot hij is. Ik denk dat hij wel een stuk kleiner is. Uh, het is gemaakt door Fujitsu, een uh, Japans merk. En uh, het, het, het was een van de eerste 32-bits-consoles. Alhoewel ze uh, een 16-bit 16 databus hadden, konden toch de 32-bits-games uh, uh, tonen. Nou, dat was al best wel een dingetje. Alleen, uh, ja weinig marketing en uh, fucking duur, want dat ding was, hou je vast, 710 dollar en uh, in die tijd was dat gewoon hartstikke duur. Hij is in 1993 op de markt gezet. Uh, er is ook nog een, zo, ja serieus, een FM Towns Car Mardi, dus dat was de console die dan ook nog eens in je auto gebouwd werd. Inclusief uh, een navigatiesysteem uh, erbij en um, die kon je er dan ook weer uithalen zodat je dan weer thuis verder kon spelen, alhoewel ik het idee heb dat je in een auto niet mag gamen als je aan het sturen bent. Maar het kon allemaal. Maar goed, um, weer wederom te veel concurrentie van andere partijen, te duur ook gewoon um, en te weinig games. Want dat is natuurlijk ook wel. Je kan natuurlijk wel een hele vette console uh, uh, maken, maar als je geen Playstation bent, als je geen Sega Dreamcast bent... als je geen Nintendo bent... dan moet je die games van andere kanten halen. En dat was gewoon heel erg lastig... omdat ja, de publishers van uh, dat soort... Uh, ja de publishers eigenlijk een beetje de kat uit de boom kijken. Uh, het is hartstikke leuk dat je er een paar tienduizend van verkoopt... maar dan ga ik niet jouw game exclusief op die console zetten... Je moet toch wel een beetje een hype hebben voordat ze dat gaan doen. En die hype ontstond er niet. Te duur, te weinig games. En uiteindelijk in 1995 werd ook hier een plek op de begraafplaats uh, voor gezocht. En in totaal zijn er 45.000 van de FM Towns Mardi verkocht. Ongelooflijk. De Gizmondo. Die zal misschien nog wel her en der een belletje... Uh, doen rinkelen bij bepaalde mensen. Um, Donny had volgens mij een giscom mondo, maar dat weet ik niet 100% zeker. Het was een handheld uh, gemaakt door Tiger Telematics. Uh, 2005 is die uitgekomen, maart 2005 en um, hij kwam uit in Engeland, Amerika en Zweden, want het is een Zweeds bedrijf wat hier achter zat. Um, ja. Krijg het weer, hè? Ik bedoel, je moet wel heel erg stoer zijn als je het wil opnemen met een handheld tegen op dat moment de Nintendo DDS en de PlayStation Portable. En dat ging natuurlijk van geen ene kant. Het ding was goedkoop, het ding was plastic, uh, het werkte niet goed en de batterijduur was bedroevend laag. Uh, het wordt door velen ook gezien als een van de slechtste handhelds. Ooit gemaakt. maar er zit nog een leuk verhaaltje achter, want de makers daarvan, dat waren aparte types. Niemand kende ze. Ja, ik, ze ken, mensen kenden hem wel, maar op een andere manier. Maar binnen de gamesindustrie kende niemand deze Zweden die in één keer de markt opkwamen en ongelooflijk dure feesten organiseerde uh, in uh, Londen in de London Park Hotel hebben ze een duur feest uh, gegeven. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik weet er nog wel van. Uh, ze zijn sponsor geweest van auto's in de 24 hours of Le Mans. Nou, dat, dat zo'n 24 uur race dat kost klauwen met geld. Er werd miljoenen euro's werden over die fucking bal geflikkerd uh, aan PR en dan ook niet doelmatige PR, maar meer een soort van patserige PR waarbij de basis zelf ook heel graag voor oplieken. En wat bleek nou? Het waren een soort halfbakken criminelen, want uh, meerdere bazen van dit bedrijf zijn opgepakt uiteindelijk wegens witwassen, wegens criminele praktijken en uh, de directeur van Gismondo Europa, die heette Stefan Eriksen, die bleek dan uiteindelijk lid te zijn van uh, een Zweedse criminele organisatie en die heette de Opsala Mafian. Dus dat was gewoon een mafioos. Uh, Gizmondo, het is niks geworden. Het verdween al vrij snel, maar het is nog steeds wel een een soort van hebben dingetje voor de freaks die eigenlijk zeg maar alle handhelds bijvoorbeeld willen verzamelen ter wereld. De Gizmondo, ook een veler, hebben ze een heel klein begraafplaatsje, uh, begraafplekje gevonden, ook op het kerkhof. Uh, dan de hyperscan. Uh, dit is een hele leuke. Nou, je ziet het al. Dit ding is oerlelijk. Uh, het is gemaakt door Mattel. En Mattel is een speelgoedfabrikant. Um, en wat er dan weer zo leuk aan is. Uh, er kon de, de uh, 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 UFD-formaat CD-ROMS in. De prijs hiervan hou je vast. 69,99 dollar. 69,99 dollar, dames en heren, voor deze console. En een game kostte 19,99 dollar. Al vrij snel, binnen een paar maanden. Uh, kon je het systeem voor 9,99 dollar 99 kopen. En games voor. 1,99 ja, dollar. Dan, dan kun je bijna niks slechts zeggen over deze call. <coughs> kan je dus wel. Het was plastic. Het donderde zo uit, uit elkaar. Uh, de laadtijden waren verschrikkelijk. Er waren te weinig games voor. Uh, op een gegeven moment kwamen de booster packs waarbij je 20 games voor 1 dollar kon kopen. Het is uh, geflopt. Aan alle kanten. En eigenlijk is Mattel daarna ook uh, gestopt... met het maken van dit soort plastic uh, troep. Uh, aan de andere kant, dan zie je ook weer... het krijgt een cultstatus, zoiets. Ik bedoel, heeft iemand nog een hyperscan thuis? Laat staan dat hij in gewoon een perfecte status is. Dat zou toch nog uh, helemaal wat uh, zijn. Maar goed, uh, geflopt. Ondanks dat ik die prijs, dat ik denk... van ja, uh, wel interessant voor echt de casual, casual... Casual gamer. Maar goed, um, gezien, wordt er echt ook nog gezien uh, tot een van de tien slechtste consoles qua kwaliteit ooit gemaakt. Dan de volgende, die zeker wel bekend zal zijn bij veel gamers, en dat is de Neo Geo. Pocket, Dames en heren, de Neo Geo Pocket gemaakt door SNK. Um, flopper de flop binnen NOTIME. Uh, Waar ze heel snel de Neo Geo Pocket Color hebben gemaakt. Uh, dat had er alles mee te maken dat op het moment ook de Game Boy Color op de markt kwam. En ook hier weer, jongens, je wint het gewoon niet van de handheld beest die Nintendo heet. Je wint dat niet. Um, ze begonnen goed. Ze hadden 14 games bij launch in Amerika en Japan. En dat is dan weer een record voor uh, handheld. Uh, maar ja, toen kwam, uh, toen kwam Nintendo dus met de Pokémon franchise op de handheld. Ja, en toen was het gewoon klaar. Ik bedoel, iedereen moest een DS hebben. Ik ook. En de Neo Geo Pocket, dat was voor de uber nerds uh, om dat te hebben. Dan was je wel een beetje stoer als je dat dan had. Dan was je ook anders. Maar het ding was gewoon um, ja, niet, niet, niet populair genoeg. En uh, te weinig games uiteindelijk te weinig ondersteund. Terwijl het eigenlijk een hele fijne uh, handheld was. Want er waren een aantal dingen. die ik later uh, uh, niet echt meer bij andere handhelds. heb kunnen tegenkomen. Bijvoorbeeld: uh, er zat een uh, clicky stick joystick bij. die super tof was uh, voor beat'em ups. En de batterijduur was maar liefst 40 uur. 40 uur kon je gamen op uh, de Neo Geo Pocket. En uh, dan pas viel hij uit. Ja, ik, ik kan me niet meer herinneren hoe lang de DS was. De, de Nintendo DS. Volgens mij kon ik er wel mee naar L.A. vliegen. Dat is zo'n 11 uur met vliegveld erbij 12, 13 uur. Maar 40 uur, uh, dat is ongekend. Nou, SNK stopte daarna gewoon eigenlijk vrij snel met de, uh, met de Neo Gear Pocket. Om vervolgens hun. Uh, hun, 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 hun daderdrang en hun, uh, hun kunde te gebruiken voor de Dreamcast... want daar maakten ze dan ook weer de engine voor... of, of, de, of, of zeg maar de, de, de hardware van binnen. Alleen, die is ook weer mislukt. Dus ja, SNK heeft niet zo'n hele fijne hand... Uh, in die tijd van het maken van consoles. Dus ook de Neo Geo Pocket en de Neo, Neo Geo Pocket Goller... allebei... Naar het kerkhof toe. Dan gaan we naar iets waarvan ik dacht dat het gewoon een uh, uh, gas-water-en-elektra-bedrijf was. De Nuon. Uh, maar het is dus ook daadwerkelijk. Het is niet deze console. Want daar staat Samsung op. En Samsung heeft niks met de uh, Nuon te maken. De Nuon was eigenlijk een chip. Uh, een, een, een soort van add-on. Uh, die, uh, die ervoor zorgde dat jouw dvd-speler ook games kon afspelen. Hoe fucking briljant is dat dan weer niet? Uh, 350 dollar. In totaal maar acht games voor uitgekomen. Nou, de, de, toen had ik zoiets van, oké, okay, als er maar acht games zijn, kan, kan ik ze ook nog allemaal even opzoeken. Tempest 300, Freefall de, de, uh, 3050 AD, Merlin Razer, Space Invaders XL, Iron Soldier 3, Ballistic en The Next Tetris. Dat waren de games die je erop kon spelen. That's it. Want binnen no time, um, ja, kapte men ook. Ik bedoel, het, het idee was leuk. Uh, maar... Uh, het werkte vaak niet goed. Uh, sommige games, zoals Iron Soldier, die uh, werkten dan gewoon. Uh, die zeiden dat die compatible was. Die was het die weer niet. Andere games kon je op het ene DVD-speler wel krijgen, en op de andere weer niet. Het was volkomen onduidelijk. Uh, mensen zaten er niet op te wachten een echte gamer op je fucking DVD te gaan spelen. En de mensen die van films hielden. Die hielden over het algemeen niet al te veel van games. En die hadden dus iets van: waarom moet ik een helemaal een, een soort van decoding chip kopen om games te gaan spelen op mijn dvd? Fuck up, dat doe je maar eigen op je jongens of meidekamer. Kortom, de Nuon, ook geen succes. Dus ook die, hoppakee, naar het kerkhof toe. Dan komen wij bij een, uh, een console. Ik ga je nou niet beweren dat ik hem ontdekt heb, maar. Ik denk wel dat ik de eerste ben geweest in Nederland die, deze, die een gesprek heeft gemaakt met de makers van de. Uh, de uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar volgens mij was het de Ouija. De Ouija, dames en heren. Dit is hem, de Ouija. Waarom zeg ik dit? Het was heel grappig. Um, over het algemeen, als je een bedrijf hebt en je gaat een nieuwe console of je gaat nieuwe software uh, presenteren, dan heb je een stand. Dat kan een grote stand zijn, dat kan ook een klein steentje zijn in. Uh, de Kentia Hall. Deze mensen die melden mij eigenlijk al voordat ze bezig waren met de WeChat, ze waren bezig dan toen uiteindelijk met die Kickstarter die er uiteindelijk is gekomen. En ik heb deze meneer ontmoet in het restaurant, uh, nee noem het maar gewoon de, 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 de cateringsruimte als het ware, want je kan er eigenlijk alleen maar heel veel uh, uh, Caesar salad. Dat weet ik nog wel, dat was alleen maar salade met, een klein, met twee stukjes kip erin. En uh, daar zaten we aan zo'n McDonald's tafeltje uh, met een of andere gast uh, die mij dus de Ouija uh, toonde. En de prototype, en, en vertelde wat ze er allemaal mee wilden. Ze wilden er uh, een, uh, een hele goedkope console van maken. Open source. Hij zou dan uh, zo'n 80 euro moeten gaan kosten. Uh, ja, dat, ik, ik vond dat bijzonder interessant. Ik had zoiets van. Hey, wauw, dan heb ik voor het eerst een nieuwe console ontdekt... die misschien later heel erg groot gaat worden. Ik heb er volgens mij een artikel over geschreven in de Power Limited. Dat kan ik nog heel goed herinneren. Uh, een jaar later hadden ze dan wel een klein steentje. Um, ze wilden 950.000 dollar ophalen voor uh, de Kickstarter. Dat was het eindbedrag. Dat haalden ze al binnen acht uur. En uiteindelijk is er 8,5 miljoen dollar opgehaald... om deze Ouija uit te brengen. Hij is uitgekomen... Maar, eh... Uh, ja... <tog> niemand speelde het. Uh, de reacties van de media waren, zoals uh, Engelsen dat altijd uh, mooi noemen, lukewarm. Oftewel, mm, ja, een beetje gematigd allemaal. Het was allemaal wel oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, Ja, wederom dat probleem. Er zijn geen games. Er waren gewoon geen games. Ja, waarom zou je het dan kopen? Uh, mensen vonden het vaag dat er 9,5 of 8,5 miljoen was opgehaald van waar zie je dat dan terug? Het werd zelfs een scam genoemd. En uiteindelijk binnen twee jaar is het verkocht aan Razer. En Razer heeft het heel langzaam laten doodbloeden. En in 2019... Uh, uh, hebben ze eigenlijk alle stekkers eruit getrokken... en kon je ook helemaal niks meer op de Ouija spelen. Dus als iemand nu nog een Ouija thuis heeft... vind ik ook heel erg tof. Zou ik ook graag willen zien. Maar die doet het dus inderdaad niet meer. Uh, dan heb ik er nog één. En uh, dat is de PC-FX. Nooit van gehoord. Uh, het is een soort Xbox... Uh, maar dan, die je dan door het midden moet uh, 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 ja, hakken, als het ware. Um, het is de opvolger van de PC Engine, oftewel de TurboGrafx 16. Ik vind het wel echt fucking goede namen, allemaal. En. Um... Ja, het zou, moeten, het zou moeten gaan opnemen tegen de Super Famicom in die tijd. Uh, het is uit 1994. Uh, nou, uitstel, uitstel, uitstel. En uiteindelijk moest het opnemen tegen de Playstation, uh, de Sega Saturn en de Nintendo 64. En uh, het leuke ervan was... Deze console kon geen 3D-graphics produceren... in een tijd dat iedereen 3D-graphics aan het produceren was. Want het was helemaal gebouwd op het gebruik van JPEG'tjes als beeld. En ja, dan... Ben je hopeloos verouderd wat dat betreft? Uh, zwaar underpowered. Niemand zat hier eigenlijk ook op te wachten. En in 1998 uh, is het al meteen uit de handel gehaald. En uh, oh wacht, ja, nee, NSC ging toen zich focussen op de Dreamcast. Ik zei dat het bij de SNK was, maar dat is bij de NSC natuurlijk. Uh, om daar dan de processen voor te maken. En dat werd ook een dikke flop. Uh, uiteindelijk 62 games uitgekomen. 100.000 stuks van verkocht. Dus wie weet is ook daar weer één iemand van... die deze console in Nederland heeft. Ik durf het te betwijfelen. PCFX. Uh, nou, ik durf het helemaal te betwijfelen. Deze game is nooit Japan uit geweest. Uh, deze, deze console. Um, en ook deze console moesten we dus weer gaan... bijzetten op dat kerkhof... waar de Polyum One dus binnenkort... ook naartoe gebracht kan worden. Um, zoals ik al zei... het is fucking moeilijk om een nieuwe console... op de markt te zetten. Ik zie het ook... Niet iemand anders meer doen. Um, ook Sega niet. Ook geen. Je hoort altijd namen als Apple en dat soort dingen. Het is en blijft gewoon Sony. Nintendo. Xbox nog. En uiteindelijk zal het steeds meer gaan verschuiven naar. Uh, ja, gaming as a service. Zodat je dus eigenlijk bijvoorbeeld straks bij de Samsung-televisies. Dan, uh, dan zit het er gewoon ingebouwd en dan kun je het gewoon streamen. Straks is internet zo goed dat je ook het verschil tussen streamen en rechtstreeks gamen. voor een groot deel niet meer gaat merken. Daar gaan we naartoe. De tijden dat je echt een box ging maken. voor een video. Um, uh, om videogames te spelen. Ja, die zijn toch wel een beetje voorbij. Dus ik denk ook niet dat we heel veel uh, consoles meer ten grave gaan dragen. Maar de Polyum One. Ja, dat, dat vind ik dan wel weer knap dat ze er toch nog eentje uit weten te persen uh, al helemaal omdat het op NFT's uh, uh, gemaakt is. En ik zie dat gewoon allemaal niet gebeuren. Goed, dit was dus even een beetje een droevige spreekbeurt over het kerkhof der vergane glorie, der kapotte, nooit geslaagde, niet succesvolle, commerciële, floppende consoles die ooit zijn uitgebracht. En dit waren ook een beetje de obscure. Want er zijn er natuurlijk veel meer nog.